Langzaam komen de vluchten vanaf het vliegveld van Phuket in Thailand zondag weer op gang. 15.000 toeristen zaten twee dagen vast op de luchthaven. Aanhangers van de Volksalliantie voor Democratie namen vrijdag de vliegvelden in uit protest tegen premier Samak Sundaravai. Ze steunden daarmee acties in de hoofdstad Bangkok waar duizenden betogers overheidsgebouwen bezet houden. Naast Phuket werden in Thailand nog twee luchthavens bezet.